Geert-Jan had eigenlijk al een heel duidelijk beeld van wat hij wilde. In die zin duidelijk, hij zei drie dingen. En dat was pakken, bloemetjesjurken en naakt. En daar ben ik dus op verder gegaan. Het koor heeft, zeg maar, omdat het bestaat uit 13 acteurs, een vrij groot aanwezigheid in het beeld, in de vorm. En de protagonisten, dus zeg maar de andere acteurs die zeg maar de hoofdrollen spelen, die komen daar zeg maar uit dat geheel, komen die af en toe eruit en gaan op het podium staan. En gaan dan weer terug en vermengen zich met het koor. Naakt wat hulpstukken is dat ik wel zeg maar eigenlijk het bloot wil benadrukken, maar dus niet het zeg maar het gehele lichaam wil laten zien. Omdat het gaat voor zeg maar oude vrouwen en ik heb natuurlijk een aantal bloedmooie jonge acteurs van de toneelschool. Ik vind het meer een vormstuk dan een, dat als je soms zeg maar kostuums optrekt dat je denkt wow, dit is echt gewoon een prachtig kledingstuk. En dit is meer eerder een soort, ja, ik noem het meer een soort vorm neergezet. En dus het is niet dat er iets specifiek zeg maar uitspringt. Dit gaat eigenlijk om een soort, voor mij een totaalbeeld wat neergezet wordt. Het lijkt een soort chaos, maar dat is enorm gestructureerd en het luistert heel nauw, merk ik.